U was in Nederland voor een paar dagen, bijna een week. En u bent zaken gaan regelen voor onze republiek. Toch ja. Wil ik van u precies weten wat u daar was gaan doen. Ja, kijk, het hoofddoel van het bezoek was om de banden met de verschillende instituten in Nederland te verstevigen voor de komende jaren. U moet weten dat het ministerie van OE voor sommige vakgebieden al jaren samenwerkt met instituten. Daar kom ik straks op neer. En ik heb ook nieuwe instituten in mijn regeringsperiode geïntroduceerd. En daar hebben we nieuwe overeenkomsten getekend voor de komende jaren voor technische ondersteuning en vooral capaciteitsopbouw. Ja, wij weten dat Nederland heel veel kennis heeft met betrekking tot waterbeheer, wateroverlast enzovoorts. Heeft u ook overeenkomsten getekend op dat gebied? Ja, laat maar zeggen, de hoofdmotor was inderdaad de 25 jaar samenwerking die we hebben met het KNMI, dat is het Klimaatinstituut van Nederland. Dat valt onder het ministerie van Nederland. En Suriname, die werken al 25 jaar samen. Dat is uniek, dus dat was de grootste plechtigheid. En daar hebben we dus inderdaad, zijn we daar ontvangen geworden door de directeur met zijn staf. Dat is uniek, misschien nog nooit eerder gebeurd, dus aan denk ik. Dus die samenwerking willen we voortzetten voor nog een 25 jaar, als het kan. En omdat het meetinstrument of het programma dat we hebben uniek is in de wereld. En een tweede, in verband met inderdaad wateroverlast, dijkversterkingen en dergelijke, is een serieus probleem. Toevallig maakt Nederland dat ook mee. Zij zijn op dit moment ook bezig dijklichamen landelijk te versterken. Dat heb ik in Suriname ook bekendgemaakt een paar jaar terug. We zijn 2 jaar terug bijvoorbeeld in Saramaca begonnen om de dijken te versterken in eigen beheer. In Kamerwijnen zijn we nu bezig. Ik wist niet dat het probleem ook zo serieus was in Nederland, maar in feite maken ze hetzelfde mee wat wij meemaken of omgekeerd. Nou, daarvoor heb ik overeenkomst gesloten. Dat is een van de gezaghebbende instituten, onderzoeksinstituten in de wereld, die de grootste labs hebben in heel Nederland, hebben zij dat, om dit soort zaken te onderzoeken. Dus dat is de overeenkomst waarbij de directeur de overeenkomst met mij heeft getekend. Ook uniek voor het eerst, denk ik, in de geschiedenis met OE. En dan hebben we nog wat instituten gehad voor financiering, zoals Invest International. Die heeft middelen ter beschikking om dit soort projecten voor 10%, 20%, 50% te helpen financieren. Of als een grant. Dus daar hebben we ook een bezoek gebracht. De hoogste man was aanwezig, de directeur. En zo hebben we nog een aantal instituten kennis gaan maken, zodat ik er persoonlijk aanwezig was. En het hoogste punt, het belangrijkste op het einde, was natuurlijk om de minister van OE Nederland, de minister van Rijkswaterstaat, dacht ik, en Wegen, infrastructuur en wat, om die te rapporteren van wat dat de bedrijven inderdaad al jaren werken en dat we de ondersteuning van de regering moeten krijgen, zodat we zo door kunnen gaan. Kijk, regeringen komen en gaan, maar de onderzoeksprogramma's, de ondersteuningsprogramma's tussen instituten, die moeten natuurlijk ook ondersteund worden door regeringen. Dus dat was het meest belangrijkste ook. Ja, ja, ja. Maar waarmee, met welke tastbare resultaten ben je gekomen, zodat na 2 maanden, 4 maanden, dat wij die resultaten kunnen zien binnen het systeem van ons land? Met betrekking tot wateroverlast? Ja, dus nee, maar andere zaken. Dus u heeft heel veel instituten bezocht, u heeft overeenkomsten getekend, maar met welke directe tastbare resultaten bent u gekomen voor korte termijn? Nou, dus dat is wat ik zei. Het zijn dingen die al plaatsvinden. Okay. We werken met alle instituten al. Ze hebben allemaal al iets gedaan in Suriname. Ik ben alleen gegaan om die samenwerkingen te verstevigen, te beklinken voor de komende jaren, voor de komende generaties. Waarvan we het nodig vonden omdat de directeuren, de topstaf, het ministerie, inderdaad ook ons fysiek, de fysieke aanwezigheid is zeer belangrijk. Omdat het gaat om betrouwbaarheid, goed bestuur. En daarom was de uitnodiging ook gekomen naar mij als minister om persoonlijk aanwezig te zijn bij alles.
Dus dat was ook het hoofddoel geweest, die fysieke aanwezigheid, om persoonlijk ontmoetingen te hebben. Maar al deze instituten werken al in Suriname, via projecten of et cetera. Weet je, een leuke is ook het Makandra-project, die is nu aan het afronden. Maar het Makandra-project wordt vooral door de overheid gedragen. Dus ik heb inderdaad gezegd, het is succesvol verlopen voor OW. Wij hebben 2 Makandra-projecten, dus ik heb inderdaad collega minister van OW in Nederland gevraagd of hij die ondersteuning kan geven binnen de regering, dat we dit soort initiatieven verlengen. Het mag op een andere manier, maar dus de dingen lopen al. Maar wij hebben nog steeds wat ondersteuning nodig waar het kan. De mensen uit Nederland die willen ook kennis opdoen in Suriname, dus dat is ook goed. De mensen van ons krijgen ook de gelegenheid om in Nederland capaciteit op te doen. We hebben bijvoorbeeld in de samenwerking, laat me even goed nadenken, van met 20 ambtenaren gestuurd naar Nederland voor ongeveer gaan ze 3 weken voor capaciteitsopbouw. Weet je, dus dat is zeer goed, dat is misschien niet te betalen uit de begroting. Dus ja. Zo gebeuren er al wat dingen. Ja, minister, maar u bent terug thuis en we hebben, ik weet niet als u die beelden al hebt gezien, met betrekking tot weg naar zee. Er is weer sprake van een dambreuk en die hele weg daar is onder water. Mensen kunnen niet uit hun huis enzovoorts enzovoorts. Heeft u die beelden gezien? Ja, ik ben op de hoogte van Kamerwijn heb ik de dingen gezien. Dus kijk, dit is inderdaad de gevolgen van klimaatverandering en achterstallig onderhoud, jaren. En bij weg naar zee iets speciaals, erosie, hevige erosie. Maar het doet zich niet alleen daarvoor landelijk. En we zien het in de wereld ook. Net wat ik je zei, ik kom in Nederland en ik wist niet eens dat zij ook serieuze problemen hebben daarmee. Dus we hebben als beleid van het ministerie inderdaad 2 jaar terug ook aangekondigd dat we al onze rivier- en zeedijken moeten gaan aanpakken. Niet alleen maar onderhoud, beheer, maar ook verstevigen. Want die waterstanden worden alleen maar hoger. Gisteravond ook bij Kamerwijnen. Je weet, Kamerwijnen is een gebied dat zo gevoelig is nu geworden. Saramak is een gebied, maar dat hebben we onder controle. We hebben de dijklichaam al verhoogd. Dus het staat hoog op de agenda. Maar we kijken met de mogelijkheden en de middelen die we hebben. Ook met het ministerie van ROM. Naar mogelijkheden om toch op een goedkope manier tussen haakjes. Een gepaste oplossing te vinden. Dus ook daarvoor heb ik gesproken met wat Nederlandse bedrijven om te zoeken naar een gepaste oplossing die zij ook al hebben toegepast. Dus ik hoop dat we binnenkort één van deze maatregelen kunnen toepassen op weg naar zee. Ja, maar wat gaat u vandaag doen? Want die mensen zitten met hun handen in het haar. Wat kunt u de mensen vanmorgen beloven via Mama Tentaki? Want dat is mijn loko oplossing, minister. Ondernemers kunnen niets doen. Wat we steeds hebben gedaan is inderdaad die korttermijn snelle oplossing brengen door rehabilitatie ter plekke. Dat werkt goed. Maar op een gegeven moment zijn we nu met het ministerie van ROM en OW al een tijdje bezig om te starten met de uitvoering van een semi-goedkope oplossing. Ik dacht dat het ministerie van ROM al begonnen is hoor. En ik denk misschien over een paar weken, als het zover is, kunnen we starten met werkzaamheden zodat dit geminimaliseerd wordt. Ja. Wernerzeegebied is kritisch, die bellen zijn geluid. Het heeft onze aandacht. Ja. En dat geldt ook voor Kommerwijnen hoor, waar we die dambreuk hebben op dit moment. Ja, maar nu heeft u wel medewerkers van OE gestuurd richting weg naar zee voor inspectoratorie? Wat zei u? Heeft u nu op dit moment al medewerkers gestuurd van uw ministerie om de zaak te gaan inspecteren? Ik ga je niet kunnen zeggen of ze nu daar zijn, maar we doen het samen inderdaad met LVV en OW. Maar ik zal het zo meteen checken inderdaad. Okay. Ik kan je nu even geen antwoord geven. Die van Kommerwijnen kan ik je wel zeggen gisteravond dat ze nu bezig zijn daar. Dat kan ik wel zeggen. Oké, minister. Bedankt voor het willen praten met ons vanmorgen. Misschien nog een toevoeging. Ja, ja. Misschien nog een toevoeging, ja, als ik dat snel kan doen. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk de ronde gedaan naar Nederland, waar we de link hebben naar andere landen voor de versteviging. Ja. En eind van de maand zullen we de versterking hebben van de samenwerking met OW Frans-Guyana, OW Brazilië. Dat zal hier worden georganiseerd, waarbij ik ook een overeenkomst teken voor de volgende jaren.
voor de toekomst van OE. En dat zal in een grote conferentie worden georganiseerd, in een high-level meeting. Dus dit is het beleid van OE waarbij we elkaar helpen op het gebied van water, klimaat en de civiel-technische werken moeten we natuurlijk zelf op ons nemen. Je weet, met Guyana hebben we al een goede relatie opgebouwd. De onderstanding is heel goed. Het bestuur is goed. Dus daarmee kunnen we continuïteit garanderen als het gaat om projecten. En dan heb ik dus eind van de maand de ronde van Frans-Guyana en Brazilië nog. Ja, heeft u, heeft u financiën ingezocht voor de bouw van de brug tussen Suriname en Guyana? Komt die nog? Wanneer zei Bimo? Je valt een beetje uit. Ik heb u gevraagd als u financiering hebt gezocht voor de bouw van de brug tussen Guyana en... Ja, ik heb nog geen groen licht gehad, minister van Financiën. En Buitenlandse Zaken, want die hadden op zich genomen de financieringsmodaliteiten en aanbiedingen te bekijken. Maar ik heb nog geen groen licht gehad dat ik kan beginnen met een van de aanbiedingen. Dus zodra die aanbieding rond is, dan kan inderdaad OE beginnen met contractondertekening. Oké, okay. Abong, thank you and bless you. Dat was minister Riyad Noor Mohammed.